Een nieuw gebouwtje. Dan gaan we naar mijn met van die. Serieus, we zijn zo ver ontwikkeld. We kunnen door naar de ruimtefase. En dan komen we daar met houten hamers aanzetten. Zo van, ja jongens, go, laten we wat maken. Dus wat gaan we nu doen, jongens? Nu gaan we ons ruimteschip maken. Oké, nou. En ik ga het weer gewoon uit de sportpedia halen. Want dit duurt gewoon allemaal het echt te lang. Dus we gaan wel, maar hier gaan we wel echt even goed kijken, even kritisch kijken wat ik nou precies wil. Dus ik wil alweer eentje die er vet uitziet, eentje die met de, voor mij is het alleen eentje die er vet uitziet. De rest maakt niet uit. Dus we kunnen echt gewoon puur kijken naar een design die ik echt vet vind voor een ruimteschip. Oh, dit is wel grappig. Even kijken. Oeh, deze is, even kijken. Dit ziet er ook wel vet uit. Allemaal van die vet dingen. Oh, die is vet. Oh, moet je kijken. Oh, die is leuk. Oh, die is mooi. Oh. Dus, oeh, even kijken hoe deze eruit ziet. Even kijken naar deze. De Omega. Nee, een klein beetje. Het is een beetje gevecht ruimteschipje. Maar dus, even kijken. Oh, deze is ook wel grappig. Nou, het is een paars ding. Oeh, Defensa. Defensa, hoe ziet die eruit? Best wel vet op zich. Best wel vet. Ik vind dit eigenlijk wel een vette. Maar misschien dat ik dan de kleur ga aanpassen van dit ding. Het ziet er echt vet uit. Ik denk dat ik de kleur van deze ga aanpassen, maar dat dit dan wel wordt. Dus even kijken of ik wat meer... Nee, ik wil wel even die donkere kleur achter doen houden. Even kijken, oh, er zijn natuurlijk heel veel meer. Even kijken, dit is meer... Oh, wauw. Oeh, dat ziet er duur uit, om zo te zeggen. Nee, kijk, deze dingen zien een beetje zo uit van... Nee, ik weet niet. Deze kan op zich. Nee, ziet er niet uit. Nee, die ziet er ook niet uit. Nee, dit... Nee. We hebben er wel een paar gehad die... Deze, ja, juist. Nee, deze zien er echt een beetje ridiculous uit, zoals je kan ook wel zien. Even kijken, welke zien er nog meer vet uit? Nee, deze zien er allemaal een beetje te overdreven uit. Ik ga dan denk ik toch voor deze? Ja, ik denk dat ik voor deze ga. Dus moet je kijken, hier allemaal goud. Er zit overal goud op, jongens. We zijn dus een beetje rijke dingen. Dit is wel grappig. Dus ik denk dat dit wel gaat worden, jongens. Dit wordt ons ruimteschip. Waar we dus mee gaan rondvliegen en de kosmos gaan verkennen. Van onze serie. Dus ja, laten we het maar gaan doen. Let's go. Ruimtefase. Oké, jongens. Dus de ruimtefase is de grootste fase van al. Dus ik denk dat alleen de ruimtefase alleen is bijna de helft van de complete Let's Play. Misschien iets minder, maar moet even kijken. Galactische God. Laten we eens evolueren van cel tot intergalactische ruimtereiziger. In één Let's Play of in één wereld ofzo. Nice. Wetenschapper. Speel als wetenschapper. Oké, ik ben benieuwd eigenlijk wat dit nou eigenlijk inhoudt. Wetenschapper, dat heb ik nooit gehad. Dus, ben benieuwd. En daar is ons ruimteschip, jongens. Yeah! Joehoe! En natuurlijk met een smiley face, hè? Altijd een smiley face. Oké. Gelanceerd. Je hebt een schip ontworpen dat door de ruimte kan vliegen. Oh, we zijn slim, jongens. De hemel longt, de kosmos wacht. Het universum ligt voor het grijpen. Vooropgesteld dat je met het ding leert vliegen. Dus we moeten eerst een beetje tutorial doen om een beetje te leren hoe ik moet gaan vliegen met het ding. Dus al die communicatiefans en zo, daar ga ik allemaal over als iemand zover is. Sterrenman voorover, alle steden, alle andere steden en dingen. Iemand die in de dingen kan vliegen, in de ruimtefase. Dus, oké, jongens. We hebben dus nu weer terug één ding dat we controleren. Dus we controleren nu weer dit schip. Dus dit is nu ons, het is niet meer dat we dat we zo kunnen rondvliegen op planeet en voor de rest niks doen. We zijn ook echt dit ding. Hier kun je ons leven zien, 1000 levens. Dus we zijn net zo groot als een Epicus op het moment eigenlijk. Maar dus, tja, als je dus nu een beetje... als je nu een beetje kijkt naar alles wat hier in de buurt wat een beetje nieuw is. Hier van onder zie je, verdien badge voor galactische promoties. En dan zie je hier een ander dingetje erbovenop staan, dit ding. En wat dat inhoudt, daar kom ik later wel op terug. En we hebben lekker veel dollar, lekker veel spoordollar. Maar we gaan eerst een keer communiceren met ons ras. Dus laten we gaan. Yes, quite. Ja, collage inderdaad. Ja, daar ben ik mee eens. Oké, goed. Dus dit is dus ons eigen ras die dus ook tegen ons kan praten. En daar kunnen we dus ook van alles mee doen. We kunnen dus missies van ze krijgen, van ons ras. We kunnen traden met ons ras voor geld en zo. We kunnen ook opladen, want zoals je ziet heb je energie. Dus dan kan je ook opladen hier zo en alles. Maar dus, even kijken. Gefeliciteerd, cadets. Je car is echt top. Wauw. We voeren steeds nieuwe speeltuigen in een ruimteschip, maar het zou in no time ruimte klaar moeten zijn. Dus nu is het nog niet ruimte klaar, maar het zou binnenkort moeten zijn. Heb je ooit eerder in een ruimteschip gevlogen? Nee? Betere testvlucht is er niet. De voltallige populatie van Kingonium W5 van de planeet Kingonia 3. Kijk toe.
Wat zei je ervan? Ben je er klaar om de kapiteins badge te verdienen? Dus de eerste badge kunnen we dus verdienen met deze tutorial. En ja, ik doe mee. Dus je mag het horen. Elke staat op de planeet Kingdom heeft een reusachtige lichtbol gelanceerd ten ere van je ruimteschip. Voor je eerste ruimteschip. Echt, je kunt ze niet missen. Maak je ruimteschip een ritje door de planeet om 7 van onze steden te bezoeken. En daardoor door zo'n lichtbol te vliegen. Dus oké, ik kom gauw terug. Dus goed, hier kan je dus ons doel zien, onze missies. Dus we hebben nu ook weer helemaal allemaal missies. Dus tot nu toe waren de missies niet echt bijzonder. En dat je zeg maar, dan kwam ik bijvoorbeeld in de wezenfase een ander ras tegen. En dan stond er kill er zoveel en dan kan je iets doen. Maar nu zijn de missies ook echt voor flinke ladingen geld en zo. En nu is het echt gewoon beter om missies te doen en zo. Maar goed, wat je dus kan doen om door te scrollen kan je naar boven en naar beneden gaan. Dus kan je laag naar de planeet gaan tot uiteindelijk deze hoogte is. Dus deels ook de hoogte waarbij je ruimteschip bijvoorbeeld vloog. Toen ik er eentje tegenkwam, dus stel nou dat ik daar ben, dan kom je hier met het ruimteschip. Dus nu zijn wij het ruimteschip, jongens. In de wezenfase dan zagen wij ruimteschepen. Maar hier, dan komen wij gewoon ruimteschepen tegen. Of dan zijn wij het ruimteschip, bedoel ik. Dus, oké. Maar ja, laten we maar door van die bollen vliegen. Dus, yeah, dat is één. Oké, dus even verder vliegen. Dus je kan gewoon met de WASD kan je draaien en zo. Vooruit met de W, achteruit met de S. A en D zijn draaien, scrollen. En rechtermuisknop, daar kan je denk ik... ja, dan kan je gewoon een locatie kiezen waar je heen gaat. Dus oké, laten we hem even hier doorvliegen. Even naar beneden. Plunge. Oké. Even kijken, deze zit een stukje hoger volgens mij. Kijk, nu. Plunge. En door, we moeten er nog 4 hebben. Hoera! Yeah, we kunnen de ruimte in, jongens. Bijna, bijna dan. Want als je nu helemaal uitzoomen, helemaal weg van de planeet. Dan kan ik zo hoog op het moment. Lekker hoog, maar nog niet de ruimte in, helaas. Maar goed, nou, laten we hem toch naar beneden halen, een stukje. Door de dingen. Yeah. Oké, nog 2 te gaan. Waar zit er nog? Wat, hoor ik nou geschoten? Werd het nou geschoten? Waarom wordt er geschoten? Oh, kijk hier, een paar van onze dingen. Het is echt één grote community, deze planeet. Dat is echt grappig. Dus ik weet niet waarom er wordt geschoten. Waarschijnlijk ergens criminaliteit of zo. Dan moet ik een keer zien te fixen. Maar ja, dat maakt voor de rest niks uit. Dus kijk jongens, eigenlijk het grappige is. Wij, dus in het nu de wereld in het echt, is nog niet zo ver. Op dit moment zitten wij als echt de wereld. Zitten wij in de beschavingsfase. Dus hiervoor. Dus nog niet de ruimte bezoeken, maar we zitten zeg maar met allemaal steden die uit elkaar zijn gevallen. Dus de landen die dus nu aan het vechten zijn. En uiteindelijk, als dus alle landen bij elkaar komen, dus één groot land wordt de hele wereld. Waarschijnlijk zal dat voorlopig echt niet gebeuren, maar je weet maar nooit. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar pas als de mensen minder oorlog gaan voeren en zo, dan pas kunnen we naar de ruimte. Dus jongens, als dat... Nou, gaan we voor werken, nee, jongens. Daar gaan we voor werken. Nee, maar in ieder geval, we hebben de missie voltooid, dus laten we hem weer gaan communiceren. Goed werk, cadets. Als je zo vliegt, word je no-time captain. Dus wat moet ik nu doen? Nu je een keiwet te vliegen, durf je enkel van onze ingewikkelde gereedschappen te gebruiken die we hebben gevonden voor je ruimteschip. We werken aan de vaardigheid van het scannen van de planten en dieren die je ontdekt op je reizen. Oké, dus zo te zien, omdat het gereedschap net op tijd, sporpedia-data van een dieren werd laatst corrupt en tegelijkertijd begon het dier vreemde symptomen te vertonen. Oké, je moet het dier scannen zodat we meer informatie krijgen over deze diersoort. Dus er is iets raars aan de hand met een bepaalde diersoort, oké. Dus het wezen in kwestie laat een eigenaardig opgelicht spoor achter. Oh jee, dat is niet goed, nee. Je ruimteschip is uitgerust met een radargereedschap dat in en uitgeschakeld kan worden. Het hoofdgereedschap venster. En je wijst een missiedoel interessant voorwerpen of op vlakte van planeet bent. De radar gaat snel piepen naarmate je dichter bij je doel komt. Oké. En staat in het venster. Oké. Dus zoals je nu kan zien, jongens, daar gaan we ook maar eens over. Je hebt hier een aantal tabs. Dus hier heb je bijvoorbeeld sociaal, kan je hier een aantal skills zien. Dus je hebt nu ook echt skills, dus dat is wel grappig. Wapens, dus is dan die gravitatiegolf die ik net zag. Vernietig alle bouwwerken op het planeet. Oh wauw, dat is wel vet. Dat lijkt me vet om te zien. Dan hebben we hier dus onze scanner. Of wacht, onze radar en onze scanner. Dan hebben we hier nog kolonisatie. Want we moeten straks ook andere planeten gaan koloniseren. Dan hebben we hier, hoe heet het, de terraformgereedschap en zo. En dan hebben we hier onze vracht. Wat we dus kunnen meenemen. Dus oké, laten we maar gewoon even onze radar volgen. Dus daar zijn. Ah, hier zijn. En, oh ja, zoals je kan zien, er zit een beetje een raar gloed omheen. Dus laat je hem maar eens een keer gaan scannen. Dus we hebben hem nu geselecteerd. En dan gaan we een keer scannen. Wacht, ik had nog gescand, hè? Ja, oké. Is al ingescand, oké. Fantastisch, onze wetenschappers kijken nu naar de data. Oké, wat moet ik nu doen? Verdraaide informatie die je had verzameld met scannen was tamelijk waardevol. Het is ons nu duidelijk dat deze dus ook nader moet worden onderzocht. Of dat we dus nader moeten onderzoeken. Je had soms uitgerust met een ontvoeringsstraal. Oh god, dat klinkt leuk. Die te vinden is in je ruimte van sfeer en gereedschap exemplaar verzamelen om ons terug te brengen. Oké, en dan, ja, het zal. Ik kom gauw terug. Dus we hebben hier nu, bij ons vracht, hebben we hier een ontvoeringsstraal. Of dus een gravity straal. En dan moeten we dus,
kunnen we dus dingen ontvoeren, jongens. Dus dit is dus ook wat we dus ook zagen dat er mensen dieren. Ik weet niet of dat in deze Let's Play is, maar in ieder geval dat kan dus gebeuren in ieder geval. Dat een ruimteschip iets meeneemt en dingen ontvoert. Dus nu hebben we in ons veracht hebben we daar een Herbie voor zitten. Dus een Saluk. Dus oké, laten we even bellen. We zien, heb je het juiste exemplaar. Moet in een van onze steden droppen. Dus oké, we moeten in een van onze steden moeten die neerzetten. Dus hier zo of zo. En hoe we dat gaan doen is, dan moet je dit selecteren en dan ingedrukt houden en dan zet je hem neer. Ploep. Oké, dus nu is dat wezen in onze stad. En nu kunnen we dus, dan kunnen wetenschappers dan gaan bekijken wat er nou precies aan de hand is voor virus of zo. Want het is een raar besmet. Dus, of het is een beetje een rare ziekte volgens mij. Oké, zeer goed werk, kadet. Je hebt ons voorzien van een uitstekend exemplaar voor onderzoek. Sondeer 2 maal en ontvoer 1 maal. Oké, plom. Het ziet eruit dat het exemplaar die je had meegenomen ziek is en geïnfecteerd is met het virus dat zich met een alarmerende snelheid verspreidt. Het kan ons hele ecosysteem in gevaar brengen. Oh jee, dus het is best een erg ziekte. Jongens, het is ebola. Nee. Nee, jongens, we moeten het ebola moeten uitroeien. Natuurlijk wil je dit op barmhartige manier aanpakken. We hebben je ruimteschip uitgerust met een zeer handig mini-laser. Oeh, laser, yes. Deze heeft de precisie die je nodig hebt om de geïnfecteerde wezens te elimineren zonder gewonde wezens te treffen. Ik kom gauw terug. Oké. Dus als we nu kijken naar ons wapenvenster, hebben we nu dus de mini-laser. Die hebben we nu geselecteerd. Dus ja, laten we maar de geïnfecteerde wezens even gaan killen. Dus hallo jongens, jou. Oh jee, heb ik ook een paar goeie. Voor mij heb ik er een paar goeie bij gekild. Nou, dat maakt niet uit, joh. We hebben er toch genoeg. Dus oké, jou. Boom. Ja, ik zit echt goed, ik zit dicht in de buurt. Wat een precisie heeft deze laser, zeg. Ja. Even draaien. Yo, boom, boom. 2 in 1. Ja, en dit keer was er geen. Oh, nu is de radar een beetje dof, dus dat hij waarschijnlijk ver weg zitten. Ja, helemaal hier. Oké, een beetje op het strand zit hij. En. Oh, verkeerde. Kom hier. Yeah, dus. Oké, ik moet nog een beetje leren omgaan met mijn lasers, maar ja, dat maakt niet uit. Dus, oh, whoops. Dat was niet de bedoeling hoor. Oké, maar goed. Dus we gaan weer even bellen. Oké, prijzenswaardig. Prijzenswaardig. Je bent juist hout gesneden. Jij hebt het respect en vertrouwen van ons thuiswereld verdiend. Ja, ik heb helemaal niet de stad of zo net aangevallen, pochelijk met mijn laser. Pochelijk expres. Maar dat maakt niet uit. Oké, dus ebola is weg. Yeah. We willen dat je een schip bestuurt en ons ras leidt naar galactische ontdekkingen en roem. Je hebt de badge en de titel van kapitein verdiend. Yes, we zijn de kapitein, jongens. Kapitein Kingo. Oké. Onze wetenschappers hebben interplanetaire aandrijving voor je ruimteschip ontwikkeld. Maar deze zul je eerst moeten installeren. Oké, doe maar. Dus oké. En dit is dus het koopgebeuren, het koopscherm. Dus op dit moment heb je alleen hier de interplanetaire aandrijving. Dus laten we die maar kopen. Kost 8000. Dus klik en dan kopen. Zo, ik ga akkoord. Oké, en dan dag. We prijzen je, kapitein. Controlecentrum over en uit. Oké, dus we zijn nu geüpgraded met een interplanetaire drive. We hebben de badge gekregen van kapitein. Dus we zijn nu kapitein. En oké, jongens. Dus hier kan je trouwens alle badges zien. Want badges zijn nu een soort van de achievements die we kunnen halen. En dit is altijd wel leuk. Want er zijn echt veel achievements. Of veel, ja, veel dingen die je kan verzamelen. En dit zijn ook echt alle wapens en zo die je kan gaan krijgen. En alles wat je kan unlocken. Dus gaan we zo meteen wel even over. Dat is altijd leuk om te zien. De sociale omgang. We hebben dus hier een gelukstraal. Middelgroot gelukstraal. Super gelukstraal. Dus er zijn dingen voor geluk. We kunnen serieus gewoon geluk naar beneden stralen, jongens. Het is de toekomst. We hebben vuurwerk. We hebben ook iets van hersenspoeling of zo. Wereldwijde hersenspoeling. Ambassade. Graancirkels. Monolithen. Dus we kunnen ook gewoon random dingen plaatsen. Supersizer. Dit is trouwens een leuke. Want met Supersizer kunnen wij wezens veranderen in epicussen. Je hoort het goed. Kunnen wij aanpassen naar Epicus. Dan heb je wezenslinger, ik weet niet wat dat precies is. Creëer een wezen en een wildreservaat. We hebben de wapens. En hier zijn een paar leuke dingen bij de wapens. We hebben hier dus gravitatiegolf. Dus dat is best wel sick. We hebben hier dus wat reparatiebundel, energiebundels. Dat is gewoon energie. Even kijken, hier alle wapens. We hebben hier dus nu een mini-laser, maar we hebben ook een gewone laser. En straks een mega-laser. Dan hebben we autoblaffers, dus gewoon turrets. Dan hebben we een mini-puls. We hebben straks ook proto-raketten. En zoals je die hier kan zien, die kan je eigenlijk zien van, is toch gelokt? Want je hebt er dus badges voor nodig om die te unlocken. Dus zo kan je zien, je hebt badges nodig, achievements, om allemaal wapens zo te gaan unlocken. Maar deze hebben we unlocked, kleine proton-raketten. Dat is wel gewoon raketten, echt. Dus we hebben kleine proton-raketten, dan hebben we normale en grote. Dan hebben we een mini-bom, gewone bom, megabom. En dan hebben we, dit zijn de leukste dingen, jongens.
Antimaterieraketten. Vuur en krachtraketten tot doelwit meerdere luchtvaartuigen kan worden vernietigd. Antimateriebom. Een zeer krachtig wapen waarmee je volledige steden kunt vernietigen. Dus dat is nice. En dan dit. De planeetverwoester. Je hoort het goed. De planeetverwoester, jongens. Vernietig een volledige planeet. Dus dat is best vet. En dan hebben we nog de hoofdgereedschappen wat we nog kunnen doen. Verkenningshologram. Dit is vet, want zo kan ik mijn kapitein op de planeet neerstralen als een soort van hologram. En dan kan ik rondlopen weer, net zoals in de wezenfase. Dus dat is super vet. En dan hebben we een planeetscanner, waarbij we in één keer de hele planeet kunnen scannen. Ook super vet. We hebben allemaal kolonisatiedingen, daar kom ik straks wel op terug. Terraform gebeuren, zodat we een planeet... zodat we een planeet bewoonbaar kunnen maken. Maar wat dat inhoudt, kom ik later ook wel op terug. En dit zijn de dingen van ons ruimteschip. Dus we hebben zeg maar... we hebben dus de ontvoeringsstraal en de vracht laten vallen straal. Dus we hebben die twee stralen hebben we nu. We hebben nu interplanetaire aandrijving. We hebben energie 1 gezondheid 1. En die kunnen dus upgraden tot meer levens, meer energie. Dit is dat we dus beter kunnen reizen door het heelal. Want dat inhoudt, kom ik later wel op terug. Dit is gewoon voor meer vracht. En dit laatste ding, wormgatsleutel, dat maakt het mogelijk om te kunnen vliegen door zwarte gaten. Ja, we kunnen dus door zwarte gaten gaan vliegen met dit ding. Dus dat is super vet. Dus dit zijn echt allemaal dingen waar ik voor wil gaan. En dit is dus ook wat ik bedoel van dat het zo groot is. Dus verzamelingen. Hier kan je dus speciale artefacten kan je dus verzamelen. Dus zijn hele, zijn allemaal items die echt heel zeldzaam zijn. Een soort van, echt gewoon schatten die we kunnen vinden in het heelal. De badges natuurlijk, waar we straks allemaal over gaan als we een beetje verder zijn. En de missielijst. Dus oké. Okay. Nou jongens, vlieg naar de planeet Main. Dus jongens, nu wordt de tijd. Even wachten. Mijn stem is weer een beetje irritant. Dus heel even wachten, jongens. Oké, het is weer goed, jongens. Oh, wauw, we kunnen gewoon over de oceaan heen vliegen. Yeah! Woo! Maar dus, ik heb even mijn stem leeggemaakt. Of mijn keel weer even leeggemaakt. Dus ja, we kunnen dus nu helemaal uitzoomen. En dan gaan we nu weg van deze planeet. We gaan dus naar een volgende planeet, jongens. Dus laten we maar gaan. Hier gaan we. Daar zijn we dan. Dit is ons zonnestelsel, jongens. Dit is ons zonnestelsel. En onze zon heet Wijn. Kijk dan. Onze ster heet Wijn. Wijn 21, jongens. Nice. Nou, en wat je dus ook al heel de tijd zag als je in de verte keek, als je op mijn onze planeet... Oh, we hebben zelfs een plan... We hebben zelfs een maan. We hebben een maan. Dat is vet. Maar we moesten dus naar planeet Main moesten gaan. Dus naar deze planeet hier. Dus zo, je kan gewoon klikken op planeet. Oh, we hebben hier ook een... Oeh, Volan. Dat is een hele warme planeet. Dus even kijken hoe het zit met de planeet die we hebben. We hebben dus in totaal hebben we vier planeten. We hebben dus deze planeet waar we niet op kunnen, want dit is een gasplaneet. Dus kan ik wel even laten zien. Als we dus helemaal gaan inzoomen op de gasplaneet, dan komt te staan... Ja, je kan niet bij gasreuzen in de buurt komen. Dus we hebben een grote gasplaneet. Twee habitable planets, dus waar we kunnen wonen. Want dat betekent dat groene. En, oh wauw, we hebben specerij verzameld. De specerij is degene waar we dus nu kunnen verkopen voor geld. Maar we kunnen het niet alleen aan ons eigen ras verkopen. We kunnen ook straks naar aliens en zo gaan. Maar daar komen we straks wel op terug. We gaan eerst gewoon naar Main. En we hebben natuurlijk ook deze planeet. En hier kan ook echt zien wat voor specerijen ze hebben. Dus even kijken. Deze heeft geen specerijen. Deze heeft gele. En onze maan heeft ook gele. En wij zelf hebben rooi. Want sommige specerijen zijn zeldzamer dan andere. Je hebt verschillende kleuren. En sommige rassen die willen bijvoorbeeld één specifiek specerij voor heel duur inkopen. Dus daar kan je heel veel geld aan mee verdienen. Dus dat is allemaal vet. Maar we moeten gewoon een beetje zoeken. En zorgen dat we kolonies stichten met verschillende soorten specerijen. Maar goed, we gaan dus naar Main. Dus zoomen we helemaal in. En we zijn dus nu op een andere planeet, jongens. Tada! Oh. Wat is er? Er is te zien op de radar van het ruimteschip. Oeh, interessant. Laten we even kijken. Wat is er te zien? Oh, wauw. Een neergestort ruimteschip. Ook op deze planeet, jongens. Wauw. Dat is vet. Het is een neergestort ruimteschip. Het zendt vreemde radiosignalen af. Oké, dan gaan we er even naartoe. En dan gaan we nu een keer verkennen. Dus ja, zoals je nu kan zien, het is echt gewoon een hele wereld. Oeh, aparte bomen. Die rotsen zijn ook wel vet. We kunnen een beetje kijken hoe het zit met... Kijk, daar is onze planeet, jongens. Daar zitten wij. Kijk, Kingonia de 3. Dus ja, dat is onze planeet. Daar zo. Even kijken of we de rest van de planeet kunnen zien. Hier hebben we wijn. Hier hebben we wijn. Is dat die andere planeet of zo? Nee, ik kan niet goed zien. Maar in ieder geval super vet het allemaal. Dus oké, we gaan even kijken waar nou dat ding liggen. Hier zo. Hebben ze. Dus oké, nou. Oh, interessant. Oké, dus even scannen. En scan die ding. Oké. We hebben net gescand en we gaan eens even kijken wat het te zeggen heeft. Het heeft hier ook hier iets geschreven. Iets. Een soort van map of zo? Buitenaardsen. Maar geen teken van leven. Het lijkt wel of ze een soort cryptische plattegrond hebben getekend voor ze stierven. Wacht, het wrak heeft een
Transverstraal in werking gesteld. Er komen dingen aan boord. Wat? Wat gebeurt er? Wel gebeurt. Oh, daar heb je die gasplaneet. Oh, wauw. Er is iets. Oké, er is iets in ons schip. Naar ons schip gestuurd. Wat is het? Toch niet weer een virus, hè? Raketten interstellaire aandrijving. Oh, wauw. Die de coördinaten van een onbekende ster schijnt te hebben ingeprogrammeerd. De schade van het wrak lijkt veroorzaakt te zijn door een gevecht. Dit ruimteschip moet door een ander planeet gestuurd zijn om hulp te halen. Oké, interessant. Nou, dus hier hebben we dus onze raketten. Dus nu hebben we raketten, jongens, en als het goed is kunnen we die nu schieten, ook op de grond of zo. Of nee, wat we even lezen nu. Voer een klein protonraket op het doel uit af. Doeltreft tegen vijandige ruimteschepen. Oké, dus we moeten gewoon een tegen een vijandelijk ruimteschip kunnen dichtgebruiken. Maar we kunnen ook de mini-laser gebruiken. Wacht, kijken. Zo, dus even dit weghalen, want ik wil dat niemand anders hier achterkomt. Even weg. Zo. Sure. Nou, het werkt niet. Maar goed. Nou, laten we dan weer weggaan. Terug naar dingen. En nu is onze missie verlaat het zonnestelsel, jongens. Dus we zijn nu in ons zonnestelsel gaan zitten. Maar we kunnen ook gewoon nog verder weg. Dus als we er nog verder uitzoomen, dan zijn we in de Galaxy View, jongens. Dus de interstellaire aandrijving van het wrak reageert op de baken van een nabije ster. Die de coördinaten in het geheugen vergelijkt. Dit moet hun thuisplaneet zijn. Oh, wauw. Ze komen niet eens van ons dingen vandaan. Dat is wel vet. Misschien hebben ze nog steeds hulp nodig. Dat zou goed kunnen. Dus ja, jongens. Nu zitten we dus in de Galaxy View. En zoals je kan zien, dit is dus onze thuisbasis, onze thuisster, Wijn21. En hier zit Cisse's. Zit hier Cisse's. En dat is dus Parsecs 1,62 parsecs weg. En op dit moment hebben we dus een drive die een bepaalde afstand kan afleggen. Dus zoals je kan zien, er zijn een aantal sterren waar we dus misschien heen kunnen. Maar zoals je kan zien, we kunnen denk ik, we kunnen maar een bepaalde afstand kunnen we maar travelen. De rest kunnen we overal nog niet komen. En dat heeft te maken met deze ring die je ziet. Dat zijn we een bepaalde afstand. Maar goed, jongens, nu komt het leukste. Zoals je kan zien, je ziet een aantal van die sterren. En jongens, je ziet daar allemaal sterren en zo. Je ziet hier wat andere sterren. Tekkie, Vier 2. Reds, weet ik wat we allemaal hebben. Maar dus, als we nu een keer gaan uitzoomen. Nog verder gaan uitzoomen. Jongens, dit gaan jullie leuk vinden. Hoeveel sterren zijn er nou eigenlijk in Spoor? Nou, dit zijn allemaal sterren, jongens. Allemaal sterren. Yep. Jongens, kijk naar al die sterren. Wacht, we gaan een keer inzoomen. Kijk naar al die sterren. Dat is echt enorm. Wacht, we gaan even zorgen dat we even kijken. Hier kunnen kijken, Isa. Hier is het een stuk drukker, moet je zien. Dat zijn allemaal sterren en naar elke ster kunnen we naartoe. En heb je dus een kans dat er planeten zitten, dat er een ras zit, dat er weet ik het wat zit. Al die sterren. Begrijp je nu waarom de ruimtefase van Spoor zo lang gaat duren? Zo groot is. Dat is echt gewoon, wauw, dat is echt ongelooflijk dit. Maar goed, we zitten nu nog hier zo in onze arm. Dus kijk, dit is ook echt gewoon het menu van Spoor. We zitten ook letterlijk hier. En ik heb dus een andere wereld begonnen, ergens hier of zo. En daar kan je dus ook serieus. Ik kan legit naar die planeet travelen. Dat is nou het zieke. Dus dit is zo vet. En het leuke is, de aarde, het zonnestelsel, zit hier ook ergens in. Echt. Dus we kunnen serieus de aarde gaan zoeken. Maar ik weet niet precies waar die zit, dus ik weet niet of ik dat ga doen. Maar ik zie wel. Maar goed, we gaan dus. Dat is even genoeg uitleg. We gaan dus nu naar deze ster toe. En dan gaan we daar inzoomen en dan gaan we kijken hoe het daarbij zit. Oké. Okay. Even kijken wat dit heeft. Oh, het heeft twee planeten. Het heeft eentje met cyan. Beetje groene specerijen, oké. Okay. En dit is eentje dat ik niet weet. Vlieg naar de planeet Brezering. Brezerging. Brezerging, oké. Okay. Dan laten we inzoomen op deze planeet dan. Dus hier moeten we dus blijkbaar naartoe. Even kijken of er dan nog iets is. Zo te zien niet, maar. Oh, wat was dat? Zit hier te zien op de radar? Ja, gewoon eens. Wauw, dat is gewoon een oude stad. Een oude verlaten stad. Dang, dat is vet. Te laat, deze ruïnes zijn vast overblijfselen van een thuiskolonie. Ah, ze zijn uitgeschakeld, dat is jammer. Maar goed, nou, laten we dan maar eventjes gaan kijken naar dit. We moeten het waarschijnlijk weer scannen of zo. Ik heb het niet echt gelezen, maar. Oké, we gaan ze weer even scannen. Even kijken wat dit dan is. Even kijken, zo. Oké. Nou, en eens kijken wat het precies inhoudt. Uit de scan is niks gebleken, maar er lijkt de reactie teweeg te zijn gebracht. Er is activiteit zichtbaar op de radar. Wat? Ik zei het dicht op de radar. Oh, wauw. Oh, wauw. Hé, hey, we hebben een ding. De scan heeft vast de verdediging van de kolonie in werking gesteld. Deze darren zien er niet vriendelijk uit. Wacht, er komt een bericht binnen. Waarschuwing.
Groks-indringers gesignaleerd. Alle Groks-indringers gaan eraan. Groks, wat? Wacht, bezig met het initiëren van zelfverdedigingscode GROKS999. Alle GROKS-indringers gaan eraan. Wij zijn geen GROKS. Waarschuwing, alle GROKS-indringers gaan... Ja, we weten, voor de laatste keer, we zijn geen GROKS. Oh jee, wat? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Oh nee, we worden aangevallen. Die! Oh nee jongens, we worden aangevallen. Die! Terf! Wacht, kunnen we protonraketten doen? Boom, boom, boom. Dit raketten. Oh. Oké, jongens. We zijn eraan. Wat? Oké. Dus, omdat we dit scannen, werden dus iets geactiveerd, waardoor ze dachten dat we de Groks waren. Oké, en ik weet nog wat de Groks is, maar ik zal nog niet spoilen, want dat is iets wat zo meteen pas komt. Maar dus, tja, voor degenen die het niet weten. Maar goed, wij zijn dus de Groks, maar dat zijn we dus niet, maar dat is een foutje. Dus waarschijnlijk is deze kolonie dan uitgeschakeld door de Groks. Wat het ook is. Dus oké, laten we maar weer weggaan. We moeten dus terug naar onze thuiswereld om een rapport te doen. Dus oké. Dus we hebben een andere planeet. We kunnen ook even kijken op deze planeet of er toevallig iets leuks is. Dus laten we even gaan kijken. We kunnen elke planeet kunnen zoomen. We gaan waarschijnlijk niet te veel exploren. Maar ik wil gewoon even kijken op deze warme planeet. Want dit is wel een hele warme planeet. Oh wauw, hier zelfs lava zit hier gewoon. Je hebt een dorre planeet ontdekt. Dorre planeten... mijn stem gaat weer een beetje. Dorre planeten kunnen een beperkte kolonie wel aan. Maar je kunt ook de Terra-score, T-score, verbeteren. En de florerende ruimtespoor voor je rijk bouwen. Oh, ruimtepoort, sorry. Oké, nou, dus we zijn natuurlijk op planeet aangekomen die helemaal door is. Dus je ziet het over een vuur. En, oh wauw, moet je kijken, het barst gewoon ook allemaal uit en zo. Oh man, dit is niet echt iets waar je echt graag wil wonen. Dus hier kan ook niet echt leven verschijnen voor mij. Ik zie ook helemaal nergens iets van leven. Dus ja, je kan eens hier kijken op deze dingen, op deze knop. En wat je dan hier kan zien, is de terraform scherm. Dus wat het eigenlijk inhoudt is gewoon, je hebt hier allemaal verschillende waarden voor een planeet op terraform. Maar daar gaan we dus later nog op terug, bij Mol. Ik weet niet of het deze planeet wordt, maar we gaan in ieder geval wel een planeet terraformen, redelijk binnenkort waarschijnlijk. Maar goed, we gaan dus eerst terug naar onze testplaneet. Oh, wat gebeurt er? Je SETI-apparaat heeft vreemde reddingssignalen opgevangen die vanaf... deze ster uitgezonden worden. Vlieg erheen en ga op onderzoek uit. Wat? Ja, maar dit is onze ster. Hoezo komen daar rare signalen vandaan? Ja, wat is aan de hand? De missie... Oh, de missie is geslaagd. We wisten dat we niet alleen waren in het melkwegstelsel. Sporen van uitgestorven beschaving, vijandige veiligheidszorg en de Groks. Het is duidelijk dat we door moeten gaan met het verkennen van het melkwegstelsel. En ons moeten voorbereiden op vijandige acties. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, we werden gewoon aangevallen door een verdediging dingen. Maar goed, hiervoor zullen we kolonies moeten opzetten. Ah, kijk, daar gaan we. Dus ja, we moeten dus nu kolonies gaan stichten. Maar goed, onze wetenschappers onderzoeken de interstellaire aandrijving om deze technologie voor te kunnen nabootsen. Oké. We hebben ook een SETI-apparaat ontwikkeld voor je ruimteschip. Dit vangt signalen op van andere levensvormen met een bewustzijn. Oh, wauw. In de vorm van radiosignalen rond sterren waarop je richt. Je moet ons ruimteprogramma leiden, kapitein. Ik doe mee. Oké, wat staat hier? We moeten ons rijk en ons rijkdom vergroten door op andere planeten kolonies te bouwen. Voor delvingsdoeleinden. Dus kijk, dat bedoel ik. We moeten dus andere kolonies stichten om op die manier, aan specerijen te komen om te kunnen verkopen. Want sommige specerijen die hebben bijvoorbeeld bij een bepaald ras, leveren niks op, maar andere specerijen hebben heel veel. Dus we moeten gewoon lekker veel specerijen hebben en veel verschillende specerijen. Oké. We hebben enkele vrijwilligers opgeroepen die deel gaan uitmaken van het kolonie Incredi pakket. Of pack. Dat we in jouw kolonisatiekist hebben geplaatst. Oh wauw, ik heb een kist met wat kolonisatiedingetjes. Oké. Onze astronomen hebben de hemel geobserveerd en de gasvrije planeet Budierberp ontdekt. Oké, dus hoe verschrikt kolonie? Geweldige kolonieplaats is heel simpel. Je vliegt naar de planeet toe en dan kies je de koloniegereedschap, dus dat is dit. Dus dit is de kolonie in Credipack. En daarmee kan je dus een kolonie plaatsen op planeet. Dus oké, dat werkt op dezelfde manier als bijvoorbeeld het neerzetten van een wezen. Moet gewoon naar beneden, moet gewoon neerzetten op de grond. Even kijken, dus even kijken. Je zal direct ontvouwen, waardoor een kolonie gevormd kan worden. Montage niet nodig. Lol. Neem contact met de kolonie om te controleren of de burgers die we hebben ingepakt veilig zijn uitgepakt. Dat klinkt zo raar.
Oké, is goed. Hè, nog iets? Wat, nog iets? Oh, dit is zeg maar de hoofd. Hoe heet het? Wacht, ik laat me even uitpraten. Even uitbabbelen. Maar dit is dus dan de hoofdscherm waar je altijd komt als je zeg maar op een planeet gaat. Of het kan ook zijn dat het bij een ander ras is. Zie je altijd dit. Je kan checken voor missies of er missies zijn. Ik wil graag de missie in het algemeen bespreken. Nou, kijk, dat hoeven we niet te doen. We kunnen even verder gaan. Dus even kijken. Darknemen wil ontvangen. Dus we kunnen repareren. Gratis, omdat het dus ons eigen ras is. Kunnen we gratis repareren. En opladen is ook gratis. Maar dat hebben we nu niet nodig. En we kunnen handelen, zoals je hier kan zien. We hebben dus roodspecerijen. Die zijn elk 225 pokédollars juist. Spoordollars waard. En die spoordollars, daar kunnen we dus andere dingen mee kopen. Maar zoals je nu kan zien, dit is wel heel weinig eigenlijk. Want soms kan je er misschien duizenden voor vangen. Dus dat gaan we niet doen. En waarschijnlijk komt het omdat ons ras dit ook nu. Zeg maar, ons ras die delft dit. Deze soort, deze rode specerij. Dus daarom is rood nu minder waard. Of heel weinig waard. Maar goed, oké. Dus Plaskolonie op planeet Budierberp. Oké, jongens. Maar dat ga ik helaas. Dan moet ik helaas hier stoppen. Want dat gaan we bewaren voor de volgende episode. Dus we gaan wel even kijken waar dat precies is. Oké, sterrenkaart. Dus hier kunnen we sterrenkaart zien. Dus sterrenkaart. Oh, hier kunnen we dus alles ook een beetje aan- en uitzetten. Dus de missies kunnen we aan- en uitzetten. Dus allemaal van die dingen. Zeg maar, legende. Agenda dingetjes. Maar dus, hier moeten we dus uiteindelijk heen gaan straks. 2,88 parsecs moeten we weggaan. Dus ja, en wat we dus nu ook kunnen doen, trouwens, dat is wel vet. We kunnen dus nu gaan scannen of er iets speciaals is. Dus overal waar dit, dus bij deze planeet bijvoorbeeld, bij deze ster, waar er van die stralen vanaf komen, is iets bijzonders. Geen idee wat, maar er is iets. Dus, en deze dingen die hebben iets speciaals. Ik heb geen idee wat, maar dat gaan we dus bewaren. En daar moeten we dus zometeen naar hen naartoe om onze kolonie te stichten. Maar goed, jongens, dan zeg ik dus bye bye. Bedankt voor het kijken van deze episode van Spore. We zijn eigenlijk aangekomen in de ruimtefase dus. En in de eerstvolgende episode, dan gaan we dus onze eerste kolonie stichten. Gaan we even deze dingen verkennen. Misschien wat meer steden. Oh, wauw, moet je kijken. Het zijn allemaal, al die gele, of al die witte, daar is wel iets mee. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Maar goed, we hebben hier dus, hoe heet het, daar kunnen we dus onze kolonie stichten. En dan, gaan we, hoe heet het, dan gaan we de, voor de rest gaan we dus het melkweg verkennen. Dus dat is ons doel. Dus goed jongens, bye bye. Vergeet natuurlijk de video niet te liken nogmaals. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende episode van Spore.